Verkeer kan de leefbaarheid van onze omgeving flink aantasten. Maar het kan anders met smart mobility. Vlakbij Schiphol bijvoorbeeld reden tot voor kort tienduizenden voertuigen per dag over de N201. Een provinciale weg die dwars door de bebouwde kom van Uithoren, Aalsmeer en de gemeente Haarlemmermeer loopt. Door deze weg om te leggen maakt de provincie Noord-Holland een einde aan deze overlast. Een van de belangrijkste dingen van de wegomlegging rond Aalsmeer en Uithoorn is dat de weg uit de dorpskern wordt gehaald, waardoor je veel minder geluidsoverlast hebt, veel minder drukte. En dat de centra van die beide dorpen weer gewoon ingericht kunnen worden waar ze voor zijn, namelijk voor de inwoners van de gemeente en niet voor het doorgaande verkeer. Bovendien is dat verkeer eerder op de plaats van bestemming. Het is cruciaal voor de ontwikkeling van bedrijven en bedrijvigheid in deze regio. En met Schiphol en de bloemenveiling Aalsmeer hebben we natuurlijk hele grote spelers op dat terrein. De nieuwe weg moest wel onder de ringvaart van de Haarlemmermeer door. En dat betekende een tunnel bouwen. Siemens was verantwoordelijk voor alle tunneltechnische installaties en alle verkeerskundige installaties in de tunnel. En dat zijn er heel veel. We hebben 41 subsystemen, om precies te zijn. Voorbeelden van zulke subsystemen zijn ventilatie, verlichting, hulppostkasten, pompinstallaties, CCTV, energievoorziening en verkeersinstallaties. Voor ons is ITCC het meest complexe deel. ITCC is een managementsysteem die zorgt dat alle deelinstallaties met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. ITCC zijn de hersenen van de tunnel. Stel, een auto maakt een noodstop in de tunnel. Wat gebeurt er dan allemaal? Dan wordt er automatisch een camerabeeld voorgeschakeld. De operator krijgt dat te zien en krijgt ook een waarschuwing op het beeldschermsysteem. Hij kan dan beslissen of hij de calamiteitenknop indrukt, als er echt wat aan de hand is. Vervolgens worden er kruisen boven de weg getoond. De verkeerslichten gaan op rood. Er wordt automatisch een omroepbericht om mensen te laten vluchten afgespeeld. Daarnaast de verlichting gaat een niveautje hoger, dus het is feller. En tenslotte kan de operator zelf de afsluitbomen bedienen om de tunnel echt af te sluiten. En zo zijn er heel veel scenario's. Als er bijvoorbeeld rook ontstaat in de tunnel, wordt dit gesignaleerd door een zichtcontrolesysteem. Dat systeem schakelt de ventilatie in en bepaalt ook hoeveel ventilatoren moeten draaien en in welke richting, zodat er ook niet terug wordt gezogen de tunnel in. Een complex project kortom, dat tijdens de uitvoering nog een stuk complexer werd. Terwijl de bouw al bezig was, werd er namelijk nieuwe wetgeving voor tunnels geïntroduceerd. Daardoor moesten alle installaties in de tunnel, alle tunneltechnische installaties, moesten geüpgrade worden naar het niveau van de nieuwe wet. En dat heeft ons met elkaar, denk ik, voor een hele grote opgave gesteld. En ik denk ook dat met name Siemens daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Nadat de nieuwe regelgeving bekend werd, zijn we met alle partijen snel rond de tafel gegaan om de tunnel aan de nieuwe eisen te laten voldoen. Want om de tunnel in gebruik te kunnen nemen, was het niet voldoende om tientallen werkende systemen te installeren. De nieuwe regelgeving zit zo in elkaar dat wij moeten aantonen dat de systemen afzonderlijk, maar vooral in samenhang met elkaar moeten werken. En daarin zit de grote uitdaging. Dat maakt ons werk heel complex, maar ook heel spannend. We zijn maandenlang bezig geweest om alles uitvoerig te testen. En ja, als je dan ziet dat alle scenario's naadloos op elkaar aansluiten, ja, dat is wel echt een heel mooi moment. Thank you.